Ja, daar zijn we weer. Dames, Bea van Netten en Gerda de Wit van het Groenoord Zomerfeest. Hartelijk welkom in ons programma. Dankjewel. De 11e keer alweer, Bea. Hoe is het ooit begonnen, denk jij? Geen idee, daar was ik nog niet bij. Oh, je bent maar, langzaam een zij-instromer. Ja, zoiets, ja. Ja, ja. Weet jij dat eigenlijk nog goed begonnen is? Nee, dat weet ik ook niet. Er waren wat fanatieke mensen die aan mijn tafeltje buiten gezet en langzaam gegroeid. Waarschijnlijk. Maar het is al de 11e keer. Uh-huh. Wat is het deze keer anders? In het verleden was het inderdaad het Horelio Park waar alles gebeurde. We zijn nu proberen een beetje te verspreiden over heel Groenoord. En een klein beginnetje meegemaakt. Ja, ja. Dus, en wat gebeurt er allemaal? Op het Horelio Park beginnen ze met kinderen. Springkussens en dat soort zaken meer. Maar we hebben ook bij het Zimmertje kan men bloemschikken. Men kan in de Nieuwe Haar kan men naar een hoe heet het ook weer? Een draaiorgelspektakel. Een draaiorgelspektakel. Met één orgel. Ze gaan de verkeerde kant op draaien of zo. Geen idee, maar misschien dat alles in beweging komt, weet ik niet. Nee. We hebben FIT op het Bart Verhallenplein voor jong en oud. Bij ons op het Beethovenplein, want wij zijn van het Beethovenplein ook anders. Heb je vanmiddag stijldansen? Dus stijldansen? Stijldansen. Kijk, lekker buiten? Nee, lekker binnen met de deuren wijd open. Kijk, heerlijk. Toch een beetje buiten. Ja. Ja. Het echtpaar wat bij ons dansles geeft door de rest van het jaar door. Die zijn Nederlandse kampioen ballroomdansen voor 65-plussers. En die laten vanmiddag iedereen zien hoe leuk eigenlijk ballroomdansen is. Dat is de bedoeling een beetje. Ja, ja. Lekker ja. Zwieren en zwaaien, tango, ja, klopt. Foxtrot. Ja, ze geven ook lijndansles. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, lijndansles. Ja, ja. Ja, doen ze ook. Ja. Gaan jullie zelf meedoen met activiteiten? Of, Nee, ik denk dat wij hardlopen. Ten eerste gaan we zo meteen zorgen voor de lunchpakketten voor de vrijwilligers van het feest. En daarna gaan we natuurlijk voor zorgen dat de mensen hier op bezoek zijn. Een lekker bitterballetje en dat soort dingen krijgen. Ja. Gerda, er is geen alcohol verkrijgbaar, hè? Nee, er is geen alcohol verkrijgbaar op het Groenoordfeest. Zouden jullie dat wel willen? Of zeggen met koffie, thee en limonade kom je naar de Gent? Met koffie, thee en limonade kom je in de Gent. Ik denk dat je de kinderen ook niet het goede voorbeeld moet geven om aan alcohol te gaan zitten tijdens zo'n festijn. Maar er zijn niet veel festijnen, denk ik, zonder alcohol, hè? Nee, maar dit is echt wel ook hoofdzakelijk voor alle kinderen. Ja, ja. Van de wijk hoofdzakelijk... die overal bij betrokken zijn. Blijven jullie op hetzelfde plekje vanmiddag of ga je met de fiets van het een naar het ander? Wij blijven op hetzelfde plekje. Dus dan is het maar de vraag wat er op die andere plekjes gebeurt natuurlijk. Ja, dat weten we in ieder geval. En we zullen regelmatig even rond gaan kijken. Ja. En dan vanmiddag natuurlijk. Aan het eind van de middag heb je veel soeps. Ja, ja. Veel soeps, dat klinkt als soep. Dat klopt. Ze hebben drie verschillende soorten soep. Drie verschillende soorten. Ettensoep denk ik, bruine bonensoep. Nee, een Turkse linzensoep. Een Surinaamse pindasoep en een Hollandse groentesoep. Kijk. Men kan lekker soep eten. Er worden ook nog pastijtjes gemaakt door de wereldvrouwen. En het is allemaal gratis voor iedereen. Dus het is lekker multiculti, zoals dat heet. Klopt. Ja. Hoe laat gaan we beginnen vandaag, Gerda? Om 1 uur gaat het in ieder geval bij alle locaties in de wijk beginnen. En om 4 uur begint het in het Aurelio Park. Dan de mensen soep en een snack en naar muziek kunnen luisteren. Ja. Guus de Bok komt optreden. Guus de Bok? Ja. Die zingt ongetwijfeld. Ja. Ja. En Kissy, die Kissy, die kennen we ook, ja. Die praat alles aan elkaar. Oh, dat is hartstikke gezellig. Ja, ja, Kissy kennen we hier van diverse zaken ook, ja. Okay. En dan is er ook nog een DJ, Robin, die ook tussendoor nog die plaat, de tijd volmaakt met muziek. Ja, er staan allemaal banken op het, in het Aurelia Park. Ja. Praattafels en bierbanken. Ja, ja. En soep. Het begint vanmiddag om 1 uur, geloof ik, hè? Ja, ja. En tot hoe laat gaan we door? Tot de kleine uurtjes? Nou, tot 7 uur dan is de soep afgelopen en dan wordt alles opgeruimd. Ja, ja. Dus, en dan om 8 uur moet het weer gewoon een rustig parkje zijn. Ja. Okay. Ja. Jullie doen nog veel meer. Ik ga het dadelijk in dit programma hebben over de Nijmeegse Vierdaagse. Mm-hmm. Maar het kan ook in de buurt, hè? Hoe zit dat? Ja, elk jaar wordt de rolstoelvierdaagse georganiseerd door het Zonnehuis en Driehuizen. En in een ver verleden, tenminste een ver verleden, een aantal jaar geleden werd mij gevraagd of ik pauzeplek wilde zijn voor de rolstoelvierdaagse. En op een bepaald moment heb ik toen ja gezegd, niet weten wat er boven mijn hoofd ging. Want er komen gewoon 200 rolstoelers met 200 begeleiders komen eraan. En die komen met z'n allen staan en wij zorgen voor de muziek en voor de drankjes en een klein snackje.
En het is elk jaar weer een gigantisch groot feest. Ja, is het ook 4 avonden? Nee, 1 avond. Wij zijn er donderdag. Wij zijn er donderdagmiddag. Oh, jullie doen de vierdaagse gewoon in 1 keer? Nee, ze hebben 4 routes. Oh, ja. Het is vanuit Vlaardingen natuurlijk. Ja, ja. En wij zijn op donderdag dan de pauzeplek. Oké, hartstikke leuk. Ja, echt. Een happening. Een happening. En vooral als we nog een ijsje na afloop krijgen. Ja. Gerda, ik begrijp dat de mensen dat prachtig vinden, hè, die meedoen. Dat is van de gezichten af te lezen. En dat is helemaal van de mensen, de gezichten af te lezen. Ja. En vooral als er op het eind nog een discjockey staat en een beetje muziek kan, dan is het echt feest op het plein. Ja. Krijgen ze behalve een ijsje of een bitterballetje ook nog een medaille of zo? Dat weet ik niet. Dat wordt niet bij ons vandaag geregeld in ieder geval. Het zou wel leuk zijn in de toekomst. Hè? Ja, of een ballonnetje of zo. Of een paar gladiolen net als in Nijmegen. Bijvoorbeeld, ja. Denk je dat ze daar nog mensen nodig hebben om te helpen? Ja, er zijn nog vrijwilligers nodig, dat weet ik. Nou, ja. Er staat hier ook diverse camera's, dus maak gebruik van ons reclamegebeuren. Het Zonnehuis, Driehuizen, daar zit men te wachten op vrijwilligers nog die rolstoelen willen douwen. Kijk, maar hoe komen ze bij jullie? Ja, lopen het natuurlijk, maar... Bij het Zonnehuis en bij Driehuizen. Maar is er een adres te vinden waar ze... Het Zonnehuis, Driehuizen, dat kan je vinden. Ik heb het niet bij de hand. Even een beetje googlen en dan kom je vast wel... Ja. En zegt dat je wil helpen bij de rolstoelvierdaagse, dan vinden ze het allemaal perfect. Okay. Komt meneer Jozef van Radio nog zingen vanmiddag? Ik? Oh meneer Jozef van Radio, ik hoop het niet, want dan ziet hij er heel raar uit. Denk ik. Denk ik ook. Het was een operazanger, hè? Is het zo? Weet ik niet. Okay. Jullie gaan de slingers ophangen in Groenhoord? Ja. En de balzaal in maken. Ja. Ik wens jullie veel plezier. Op naar de 11e editie. En volgend jaar zien we jullie weer terug bij de 12e editie. Graag. Het hartstikke leuk.